Boom! Yo mensen, dit is weer... Staat mijn micro aan. Yo mensen, dit is weer een nieuwe video van Cookie Monster V. Mijn naam is Robbe en jij kijkt naar mij. Dit is dus zoals je hieronder kan lezen... Is het hier al hieronder? Ja. Dit is zoals je hieronder kan lezen dus de Q&A. Zoals ik in mijn vorige video heb gezegd. Ik ga even kijken welke vragen ik allemaal heb gekregen dus... De eerste vraag is van, Dingske, hoe heet die? De eerste vraag is van Sunday 707 redactie. Vraag, dubbele punt, heb je lief? Aisha. Wel, er is 50% dat ik een lief heb, maar dan is er ook weer 50% dat ik geen lief heb. En als ik nu zou zeggen wie het juist zou hebben, wel, de 50% kans dat ik een lief zou hebben, die heeft het fout. Dus ik heb geen lief. No. Nada. Nito. Nolo. Nee. Noep. Nee. Tweede vraag is van My Creation Movie. Je bent schattig. Oké, mensen, ben ik nu echt niet duidelijk geweest in mijn vorige video? Ik heb toch gezegd vragen. Geen... Dat is een compliment. De trendsnitter vraagt... Wat is je favoriete melk? Wel, persoonlijk vind ik dat al privé is, hè. Wel... Mijn favoriete merkmelk. Dat is zo kloten om te zeggen, joh. Merkmelk. Nee, mijn favoriete merkmelk. Heb ik niet. Ik drink gewoon melk. Van alles. Ja. Choval. Campina. Koeienmelk. Dinosaurussenmelk zelfs. Wat is het laatste dat je doet voor je gaat slapen elke dag? Laatste. Dat is mijn lenzen aandoen. Niet uitdoen. Maar aandoen, want ik moet ermee slapen en dan moet ik ze, als ik erop sta, moet ik ze terug uitdoen. Dat zijn nachtlenzen. Wat voor camera heb je? Wel, de camera die ik nu heb is de Canon EOS 700D. Die heb ik juist gekocht, een maand geleden, dus dat is nog nieuw. En ja, ik zal het even laten filmen met mijn oude camera. Ja. Hoe zie je toekomst op YouTube? Wel, eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik mijn toekomst moet zien, want ik ben geen voorspeller. Dus ja, dat is wel een beetje moeilijk dan om dat te kunnen zien. Ben je een man of een vrouw? Dit is weer zo'n vraag waar je 50% kans hebt om een man of een vrouw te zijn. En ja, jullie zien misschien een manhoofd, maar misschien zit hier iets helemaal anders. Maar jullie hebben goed gedacht. Ik ben een man. De volgende vraag is van Shayan Alayahar. Waarom ben je begonnen met YouTube? Wel, 2 jaar geleden ben ik begonnen met YouTube. Het jaar daarvoor was er zo een wonderkindje Midwajet. Waar niemand nog over spreekt, geen video's meer, dus deze tijd is voorbij. Maar die was er dus toen. En daardoor ben ik eigenlijk begonnen met YouTube. Eigenlijk ben ik bij de eerste Belgische YouTubers. Bij de heel vroege. Dat was dus mijn greenscreen. Ik heb dat nog nooit gebruikt in mijn video's. Maar dat komt omdat ik een andere stijl heb. Ik wil dat misschien eens gaan doen. Ik wil wat andere video's gaan maken. Nog altijd dit genre, maar ook iets anders. Zo meer naar het genre filmachtig. De Raad van Avonturen die vraagt of zegt... Hey, Kelvin gebruikt dat liedje ook. Hoe heet dat liedje? Wel, dat ga ik niet aan uw neus hangen. Nee. Oh. Want ieder YouTuber mag toch zijn eigen geheimen hebben. Ik ga het liedje staan in de reacties. Want het is een beetje... En ik heb ook al de naam. Een vraag van Jo Ellen hier. Mijn vraag... Nee, jouw vraag. Alles goed? Ja. Een vraag van Bente Vde Kimmenade. Heb jij een sixpack? Zo ja, laat zien. Natuurlijk. De voorlaatste vraag is van Cyril Verstraten. Houden ze op een theefabriek een koffiepauze? Wel, Cyril, mijn antwoord is nee. Zou dat erin, niet erop. Ja? Onthoud dat. De laatste vraag is van Sanne Kuipers. Weten lelijke mensen dat ze dom zijn en weten domme mensen dat ze lelijk zijn?
Weten lelijke mensen dat ze lelijk zijn en weten domme mensen dat ze dom zijn? Wel, eigenlijk denk ik van wel, want hoeveel mensen worden wel niet uitgescholden als lelijk of als dom en ze zijn het ook nog eens? Ja, dat wordt een beetje moeilijk om dat dan niet te beseffen. Zo mensen, dat was het weer. Bedankt voor het kijken. Binnen 2 weken begint de school weer, dus misschien iets over school doen, laat het gewoon achter in de reacties. Vergeet niet te abonneren, te liken, like mijn Facebookpagina, die heeft bijna 100 likes. Dan kan ik met jullie ook een beetje op de hoogte blijven. Geef een groen duimpje, wat dan blauw wordt, denk ik. Dus dat geeft een cool effect aan deze video. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent, want het is ook gratis, dus ja. Want waarom zou je het niet doen? Zou alles van mij, je zou niks van mij missen. Laat een comment achter en dan, ja, dan zie ik jullie terug in mijn volgende video. Van mij. Niks missen. En dan zie ik jullie misschien... Nee, dan zie ik jullie zeker terug in mijn volgende video. Nee. What's happening?